Het probleem van slecht geventileerde scholen is landelijk, maar in Brabant wordt het actief aangepakt. De provincie, de gemeenten, de GGD en het astmafonds werken daarin actief samen. Een slecht binnenklimaat zorgt niet alleen voor hoofdpijn en astma-aanvallen, maar veroorzaakt verder concentratieproblemen, slechtere leerprestaties en onnodig veel ziekteverzuim bij zowel kinderen als leerkrachten. Sommige kinderen hadden er best wel last van, omdat het ook warm was en zo. En die kregen ook wel hoofdpijn. En sommige kinderen hadden astma en die hadden er heel erg veel last van. Omdat het altijd heel erg warm. Deskundigen onderschrijven de problemen. En het eerste wat opvalt is het schoolbord. Geen les vandaag, dat is maar goed ook, want zo'n schoolbord met zoveel stof, dat past toch helemaal niet meer in deze tijd. Ja, de vloer, dat is vloerbedekking. Dat kun je niet schoonhouden, zeker niet als je heel veel kinderen komen. En ja, de vloer, dat is ideaal voor stof en huisstofmuiten. En dus is actie nodig. De eerste school waar resultaat is geboekt, staat in Waalwijk. Ik ben benaderd door het Astmafonds en de provincie, met name de GGD, om met de vraag van willen jullie een frisse school worden? En toen zeiden we ja, volmondig. Ja. Wat moet er gebeuren om een school een frisse school te maken? Nou, het gaat erom om bij verbouw en bij nieuwbouw van scholen erop te letten dat je goede materialen gebruikt. Dus zo min mogelijk materialen, bouwmaterialen, gordijnen, vloerbedekking die schadelijke stoffen mee uitstoten. En op de tweede plaats is de kwestie van tijdens het gebruik van de scholen voor te zorgen dat er ook voldoende geventileerd wordt op een slimme manier. De aanpak in Brabant werkt zo goed dat de provincie ook landelijk de boer opgaat, zodat het probleem ook buiten Brabant kan worden opgelost. Opdrachtgevers, de schoolbesturen, gemeentebesturen die een nieuwe school die gaan bouwen of een school gaan renoveren, die kunnen bijvoorbeeld bij deze Pieter Wijten school terecht om te kijken hoe ze het hier gedaan hebben. Als een lespakket voor kinderen. En ik verwacht dat we de eerste navolging al krijgen van het gemeentebestuur van Waalwijk, die naast deze gerenoveerde school een nieuwe school gaat bouwen. En ik ga ervan uit dat die helemaal volgens het principe van de frisse school wordt weggezet. In Waalwijk is daarmee het probleem opgelost en de kinderen zijn tevreden. Heel erg mooi nou. Het is veel frisser en veel mooier geworden. En het was eerst heel erg oud en de meeste dingen waren kapot. En nu is het mooi gemaakt. Ja, ik weet zeker dat het straks veel schoner is dan de vorige keer toen we hier nog zaten.